Hoewel er een langere tijd gewerkt wordt bij de Westluidense Poort, gaat de bouw van de parkeergarage en het cultuurgebouw nu echt beginnen. Begin dit jaar is de bouwkuip leeggepompt. De volle omvang van de toekomstige parkeergarage is hiermee zichtbaar geworden. Begin december vorig jaar is de betonvloer gestort. Deze bodem is de basis om de parkeerkelder op te bouwen en vervolgens het cultuurgebouw te realiseren. De aanleg van de vier lagen van de parkeergarage gebeurt in fases. De verwachting is dat de ruwbouw van de garage voor komende zomer klaar is. Daarnaast staat de bouw van het cultuurgebouw. In het najaar van 2017 kan zowel parkeergarage als het cultuurgebouw in gebruik worden genomen. Op maandag 25 januari, jongsleden, werd bij deze mijlpaal stilgestaan.